Oké, vandaag zaterdagochtend is het, is volgens mij 4 juni en ik ben op weg op de mountainbike route van bij Soerendonk. En het is grijs weer, jammer voor juni. Deze route die ik vandaag ga doen, deze lust die heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus we gaan eens kijken wat het gaat worden. Nou, na het eerste stukje beslaten weg begint het goed. Op zich zou het best een goed pad zijn. Maar met de regen van de afgelopen dagen is het hier zwaar doorgekomen. Het is een beetje mullig. Het is een moeilijk fietsen. Hier een riviertje. Gewoon de plassen alweer. Net ook al vrij veel modder gehad. Kijken we nog op de goede route zitten. Ja, ik zit nog op de goede route. Net had ik de route even kwijt. Ik kon het bordje ook niet zien door de hoge begroeiing aan de kant. Maar het bordje stond er wel. Dus het zal wel voor mij hebben gelegen. Nou, goed, het was erop. Dan gaan we maar hier. Hè. Er stond een bordje. Ja. Nou, lekker modderig. Dat is logisch na de regen van afgelopen week. Met overstromingen her en der. Maar het riviertje, daar staat niet zoveel water in. Dat is dan weer raar, hè. Nou, dan zijn we via het fietspad en dan zijn we in Budel terecht gekomen. Budel, heel vroeger, 40 jaar geleden. Toen kwam ik er vaak. Toen zat ik in een rock'n'roll band. We repeteerden in Budel. Een stukje asfalt duurde niet lang. En we gaan weer over de gewone boerenpaden verder. Ja. Het gras staat hoog. Oh, en er ligt een plas ertussen. Maar even opletten dan, hè. Ja. Dit pad is toch slim helemaal, hè. Weg en we rijden door de modder. Jeetje, zo wordt het de viezigheid. Maar ja, dan ga je mountainbiken, hè. Denk ik dan. Oh jee. Ja, camera kan weer uit. Ja, de route die ik gedownload had, die ging verder over het modderpad langs het riviertje. Maar de uitgezette route hebben ze omgeleid. En die gaat dan via dit kleine weggetje. De riviertje loopt hier links. En dat zal inderdaad wel een modderpoel zijn. Dus dit fiets wel makkelijker. Ik, eerst de uitgezette route, dus die volg ik maar. En dan zien we hier het bord en dan rijden we naar Gastel. Dus voor een kleine dorp hier in de Peel of Kempen. Ik denk dat dit de Kempen nog zijn. Door Gastel. En hier bij deze asperges heb ik vorig jaar of 2 jaar geleden nog een geocache gevonden. Die zal er nog wel liggen. Dus een andere keer ga ik die weer oppakken. Om even te laten zien. Nu gaan we door het boerenland. Geen asfaltweg meer. Hier gaan we ook over het zandpad weer. En het zijn geen single tracks. Maar toch heel leuk fietsen. Ja, we gaan nu alweer een tijdje over dit soort paden. Dus zoals ik net al zei, tot nu toe nog geen single tracks. Maar mooie paden door het boerenland. Vaak modderig. In die zin wel een uitdaging. Af en toe. En, de moeite waard om even te fietsen. Oh, je moet hier even door kunnen. Ja. Ja, dan heb ik toch een klein stukje singeltrek. Ja, ja, ja. Mooi dicht gegroeid. En dan net door. Ja, hier wel, ze kennen het wel. Maar er is hier relatief weinig bos. Dus daar maken ze nou wel gebruik van.
Zo. Hoppa. Hey, ja. Ja. Moet je plassen om doorheen te fietsen. Goed zo. Ja. Oké. En dan komen we. Maar wij gaan gewoon derde voor. Kijken of dit gaat. Ja, ik leef nog. Ja, zo dan. Links heb ik weer het bos gekapt. Oh. Oh. Dat was even een tak waar ik was doorheen moest. Ja. Maar het is weer gelukt. Ik vind nog steeds wel gezellig singeltrekken hoor. Ik zei net van als jullie hier niet zoveel hadden. Maar hier is dan toch een mooi stukje. Dus voor elk wat wil op deze route. Oké, dat was de singletrack. Nu komen we weer voor een stukje op het reguliere fietspad. Hoewel, volgens mij gaan we nou weer in ieder geval het modderpad op. Ja. Oké, weer verder.